Hiervoor heb ik 4 compleet verschillende producten. Maar in deze video ga ik de belangrijkste overeenkomst van deze producten bespreken. Voordat deze video echt gaat beginnen wil ik je vragen om te liken en te abonneren. Dit helpt ons kanaal om beter en meer content te kunnen maken over dit soort producten. Zoals je ziet, echt 4 verschillende producten. We hebben een gatzaag, de Prop-Out gatzaag. We hebben een BSQ diamantschijf. We hebben een blaadboor. En we hebben een hardmetalen decoupeerzaag. En dan zal je al denken, waar hebben deze dan overeenkomsten in? En waar deze allemaal voor bedoeld zijn, is voor een HPL plaat. HPL wordt natuurlijk veel gebruikt in de bouw als afdekplaat, sierplaat. Want HPL kan je natuurlijk krijgen in bijna elke kleur. Dus het wordt veel gebruikt. Om eerst even de verpakking van de 4 verschillende producten door te nemen. Hier hebben we de decoupeerzaag. Die komt in een platte verpakking natuurlijk. Meerdere kunnen ook in 1 verpakking, maar ik heb er nu alleen eventjes 1. Dan hebben we de HPL plaatboorverpakking. Dit is een plastic verpakking die je kan hersluiten, heel makkelijk. En dan kan je ook meerdere bordjes bij doen. Want dit zijn er 3, maar er is natuurlijk plek voor meerdere. En hij kan heel gemakkelijk weer dicht. Dan hebben we een kartonnen verpakking voor de BSQ diamantschijf. Op de achterkant natuurlijk de sticker Borg Swiss Quality BSQ. En dan hebben we natuurlijk de Prop-Out. Deze komt in een net doosje. Simpelweg open te maken. En dit is wel meer een unboxing experience. Je hebt natuurlijk het veiligheidsmateriaal dat de zaag niet bot wordt. Of dat de zaag uiteindelijk door de verpakking heen gaat. En dan haal heel makkelijk de gatzaag eruit. Dus zo zien de verpakkingen eruit. Of zo zien de producten in de verpakkingen eruit. En om nu even te bespreken waarom elk product er nou precies doorheen kan. Laten we dan weer beginnen bij de plaatboor. Deze is dus echt geschikt ook alleen voor plaatmateriaal. Je ziet eigenlijk dat de boor zelf wat korter is. Dit is A natuurlijk besparing van materiaal. En B, het heeft ook een andere reden. Want als je al door een plaat heen gaat, is het natuurlijk makkelijker als een boor wat korter is. Want hoe korter de boor is, hoe dichter je bij het materiaal zit, hoe makkelijker het is om te boren. Omdat je niet gaat doorslippen. Want je kan je voorstellen, als een boor wat langer is en je gaat op een plaat boren, dan is de kans sneller dat je doorslipt, omdat de bewegingen gewoon wat minder precies zijn. En omdat dit zo klein is, omdat het ook niet door hele dikke materialen hoeft, heb je daar ook minder last van. En wat nog een voordeel is, omdat het zo klein is, is dat de kans op breuk ook nog wat kleiner is. Want hoe langer de boor is, hoe eerder die natuurlijk breekt. En deze is heel klein, dus deze is ook gewoon wat sterker. Hij heeft natuurlijk een geoptimaliseerde snijhoek. En hij heeft ook nog een kleine legering, 5% van kobalt, waardoor hij nog wat sterker is. En dat allemaal maakt hem dus geschikt voor HPL-platen. Dan gaan we naar de BSQ diamantschijf. De BSQ diamantschijf is natuurlijk niet alleen geschikt voor HPL. Natuurlijk is de plaatboor ook niet alleen geschikt voor HPL, maar wel alleen voor platen. De BSQ diamantschijf is eigenlijk geschikt voor alles. Het is een hele veelzijdige schijf die door heel veel materialen heen kan, maar dus ook door HPL. Het is wat minder gebruikelijk om met een schijf door HPL te gaan. Maar het kan dus wel. Dus mocht je veel plaat aan het snijden zijn en je wilt ook nog even door HPL heen, dan kan dat dus ook met de diamantschijf. En dat komt gewoon omdat de BSQ diamantschijf zo enorm sterk is en slijt vast dat hij gewoon door heel veel materialen kan. Je kan nog wel redelijk precies slijpen hiermee, want het is best wel een dunne schijf. Dus je hebt niet een heel groot oppervlakte wat weg is. Dat is ook wel een voordeel als je natuurlijk in HPL-platen gaat slijpen. En waarom zou je een schijf gaan gebruiken voor een HPL-plaat? Als je bijvoorbeeld hele grote stukken of hoeken moet afslijpen, dan gebruik je een schijf omdat het gewoon heel snel en makkelijk is om te doen. Dus daarvoor kan je de BSQ diamantschijf ook gebruiken. Als je bijvoorbeeld een ronding moet zagen of een heel klein precies hoekprofieletje, dan kan je natuurlijk niet heel makkelijk gebruik maken van een schijf, want daar kan je geen bochten mee maken. Dus daarom kan deze decoupeerzaag, de hardmetalen decoupeerzaag met de Vida-vertanding, ook door HPL-platen heen. En het gaat erg gemakkelijk. En dat komt omdat deze vertanding keihard is. Daardoor gaat het makkelijker om door dit soort platen heen te zagen zonder dat de tanden bot worden of gaan smelten of afbreken. Hier ga je met gemak doorheen en je kan er ook heel erg makkelijk bocht mee maken. Dus grote ronde buizen die je niet kan uitboren, kan je uitzagen met de decoupeerzaag. Natuurlijk is het ook niet alleen bedoeld voor HPL. Eigenlijk is elk product dat hier staat niet alleen bedoeld voor HPL. Maar het zijn wel producten die er dus doorheen gaan. En als laatste, we hebben natuurlijk de plaatboor. Maar dat is niet een heel groot diameter. Dan ga je natuurlijk over naar een gatzaag. Maar welke gatzaag is nu geschikt voor een HPL-plaat? Dat is natuurlijk de Prop-Out gatzaag. Dus wil je grotere gaten gaan boren in HPL-plaats, dan kan je gebruik maken van dit. Waar deze ook voor geschikt is, is voor rockpanel. Want rockpanel is natuurlijk gemaakt van klein gesteente. En dat kleine gesteente vreet best wel snel tanden op van zagen. En met de
Hardmetalen gatzagen heb je hier geen last van, dus deze gaat ook door Rock Panel heen. En natuurlijk het voordeel van ons gehele prop-out systeem is, je kan heel makkelijk de prop uit de gatzaag halen, waardoor je niet zit te rommelen met het afvalmateriaal in de gatzaag. En nogmaals, deze vier producten zijn dus niet alleen geschikt voor HPL, maar als je HPL wilt gaan bewerken of je wilt de hoeken of bochten of wat dan ook insnijden, zagen of boren, dan kan je gebruik maken van deze vier producten. En ik denk dat je met deze vier producten alles kan doen in HPL-platen, wat er maar mogelijk is. En hoef nooit na te denken of het wel door HPL-platen gaat, of dat het sneller slijt, of dat de tanden afbreken. Dat is allemaal niet het geval met deze producten. Dus heb je bijvoorbeeld binnenkort een klus met HPL-platen en wil je even kijken welke producten jij precies nodig hebt? Klik dan in de link hieronder om naar onze website te gaan.